mensen, Een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve naart en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ben ook benieuwd wie heeft de trade van Dogecoin kunnen pakken gisteren. In ieder geval gefeliciteerd met je winst. Maar in deze video gaan we kijken naar Bitcoin en later op de ochtend een altcoin video op mijn eigen kanaal. En we beginnen met de Fear and Greed Index. Die staan nog wel op de extreme fear. En ja, dat voel je ook nog wel. En mensen zitten ook nog een beetje met ongeloof. Want de koers is wel aan het stijgen. De symmetrische driehoek op de dagelijkse. Die staat op het punt van uitbreken. Op de kleinere timeframes is hij al uitgebroken. Dus daar gaan we naar kijken. Maar we beginnen eerst met wat nieuws. Guggenheim met 270 miljard op zak. Wil met een nieuw fonds blootstelling aan bitcoin. En dan kun je jezelf afvragen... Als de beermarkt is begonnen, waarom gaan die grote jongens dan met een nieuw fonds voor Bitcoin aan de slag? Dat is omdat zij de DIP hebben gekocht en dat hebben we dus al eerder gezien in de data. En dus zij zijn de vermogensbeheerder met 270 miljard dollar, eh, wat zij kunnen investeren natuurlijk. En ze hebben dus zojuist op 1 juni hebben ze een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Om uh, mee te kunnen doen en de Bitcoin-fondsen te kunnen aanbieden aan hun klanten. Dus dat betekent dat er nog meer geld naar Bitcoin kan. Dan, wat ook interessant is om te zien: all miners to exchange flow. Dus dit zijn, op de blockchain kun je natuurlijk alles zien. En we zien dus dat er steeds minder bitcoins naar de beurzen gaan op dit moment. En dat betekent in mijn ogen in ieder geval dat de miners verwachten dat de koers omhoog gaat. Want als zij verkopen, doen ze dat het liefst natuurlijk bij een hogere prijs. En dat zien we hier dus eigenlijk niet. Dan, Bitcoin op de wekelijkse. We zijn nu ongeveer op de helft van de week. Wat ik maandag zei, was dat we hier een inverted hammer hebben. En die, dat is een candlestick die we dus ook eerder zagen in... Op 25 januari 2021 in die week. En daarna kregen we een mooie bullish reversal voor een morning star reversal. Dus so far, so good. He, als we kijken alleen naar de moving averages, dan zit er een weerstand rond de 43.000 uh, 44.000, waar de 21 i mee nu loopt. En horizontale weerstand zit op de 45.000. Dus laten we kijken hoe ver dit ons kan brengen. En deze candlestick moet in ieder geval ongeveer rond de 42, boven de 42.000 dollar sluiten. He, want het moet op 50% van deze candlestick sluiten om het een Morning Star Reversal te kunnen noemen. Dan bitcoin op de daily. Ik wil deze even weghalen. He, symmetrische driehoek. Dit is iets waar men al. Ja, een week naar kijkt, langer dan een week, naar de ontwikkeling hiervan. En die moet natuurlijk een keer gaan uitbreken. En op de lage timeframes lijkt die te zijn uitgebroken op de dagelijkse. Maar dit is een dagelijkse patroon. Dus um, hè, een hertest in ieder geval op de 4 uur is te verwachten. Dus we zouden zeker iets zoals dit kunnen krijgen: hè, dat we een mooie uitbrek krijgen, dan een hertest krijgen op de 4 uur en dan door kunnen gaan naar boven. We zullen het op de 4 uur ook nog even bekijken. Maar dit zal moeten gaan uitbreken. Ja. Wellicht vandaag en als we vandaag de boven kunnen sluiten zou dat in ieder geval positief zijn. Als we vandaag onder deze lijn sluiten, dan zouden we nog een pullback kunnen krijgen om een high low te maken op deze eh, opwaartse blauwe lijn. En die zit op dat moment dan waarschijnlijk rond de 35.600 dollar. Als we daaronder komen, eh, onder die 35.600. Dollar ongeveer, hè? en we krijgen daar een bearish high-test. Dat zou dan slecht zijn, en dan zouden we vrij snel door kunnen vallen richting de 30.000 dollar. Maar volgens nog lijken de boels op de lagere timeframes in ieder geval de, bo uh, de bovenhand te hebben. En ook op de dagelijkse. Zit de koers boven de 12 hiermee Op dit moment het moet er nog boven sluiten, natuurlijk. Dus de bulls lijken op dit moment de boel te willen gaan leiden. Hè, sterkere weerstand zit nog steeds op die 43.000 dollar. 42 tot 43.000 dollar. waar ook de 200 daily moving average loopt. Dus ik verwacht dat in ieder geval daar iets van een uh, weerstand zullen gaan krijgen. Iets van een pullback. Misschien uh, gaan we meteen door daar naartoe. Misschien krijgen we een goede short squeeze. Um, en krijgen we dan de hertest? Het is even afwachten hoe dat exact zal gaan verlopen. Maar een goede voorbereiding is in ieder geval beter voor je. Dan wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je de grafieken zelf kunt lezen. Minder afhankelijk van analisten, beter weten wanneer je moet instappen en uitstappen. En je komt ook in een premium Discord groep terecht, waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. Niet alleen over Bitcoin, ook over altcoins. En niet alles wat ik in de groep deel komt ook op de social media kanalen terecht. Eigenlijk slechts maar een deel. Je kunt natuurlijk ook eerst een gratis kennismakingscursus doen, en als je dat wilt doen. Ja, je kunt ook een week meedraaien met de Premium Discord groep om te kijken of het überhaupt iets is voor je. En de meeste mensen die dit doen, die halen daar genoeg trades uit en ja, die blijven in een half jaar plakken. En je kunt natuurlijk ook handelen in Cryptocurrencies deel 2 doen. Leren hoe je moet shorten met hefboomwerk op een juiste manier. En ook hoe je een betere trader kunt worden aan de hand van verschillende tools. Dan ook hè, mooi om te zien: Jamal die heeft 35% meer Bitcoin in zijn portefeuille gekregen vorige maand. Dankzij de content die wordt gedeeld in de Premium Discord groep. En ook de veteranen die doen het super goed, ook zij delen hun trades. Mooi symmetrisch driehoek voor Komodo. KSM, volgens mij, Komodo. En ook die heeft zijn target gehaald. Mooie 45% stijging. Dus dat soort trades die worden ook door anderen in de groep gedeeld. Um, ik ben niet de enige. Dan Bitcoin op de lagere timeframes, laten we eerst even naar de hogere, naar de 4 uur gaan. En wat we hier in eerste instantie in ieder geval zien is, de bulls hebben hier weer de overhand gepakt. De 12 IME, deze blauwe lijn, dat is de support nu. En als we ook kijken, zien we dus ook dat de koers dus boven die 38.000 dollar is gekomen. En dat is die sterkere weerstand. Sorry, dat is hier 38.000 uh, 38 dollar. En dus de koers is daar weer boven gekomen. Dat is positief. Het werd gisteren nog afgewezen hier. Maar die zit er nu dus weer boven. En we zien dus ook dat die bovenkant van de blauwe lijn. Uh, sorry, de bovenste blauwe lijn, die wordt nu gebroken. En daar zouden we positief naar kunnen kijken. Als die op de 4 uur daar ook boven kan sluiten. Het bolvolume is nog niet super sterk wat dat betreft. Ja, dus dat willen we zeker op de 4 uur in ieder geval hoger zien, eigenlijk op zijn minst net zo hoog als dat we hier zagen. Dus echt boven die uh, moving average van uh, de volume bars. En iemand die vroeg gisteren, ja, hoe krijg je die op je grafiek? Als je dubbel klikt op de volume bars, dan heb je je volume MA, volume moving average. Die vink je aan en dan krijg je dus het gemiddelde volume. Goed, wat zagen we gisteren allemaal? gisteren de potentiële falling wedge nou, die is gisteren naar boven uitgebroken heeft mooi zijn target gehaald en tussendoor eh, braken we ook nog de 37.500 eh, weerstand eh, dus dat was eh, een mooie short of sorry een mooie short, een mooie long ook eh, waarbij we konden instappen op die support van die 37.500. Technische target was de 38.000 net daaronder. Eh, dus ook daar een mooie trade uit kunnen pakken. Dus ook al is het een no trading zone. Als je weet hoe je moet traden. Goed weet waar je stoplossers moet plaatsen. Dan kun je ook hier gewoon mooie trades blijven plaatsen. Dan was het de potentie voor een, eh, tenminste nog een symmetrische driehoek. Die had een een continuatiepatroon kunnen zijn, maar uiteindelijk is die naar beneden uitgebroken. En vanochtend was er nog een potentiële rising wedge te zien, um, dus die, uh, ja, had ik ook vanochtend gedeeld hè, met een. Een hoger risico short was dit, hè? want vaak wacht je eigenlijk gewoon totdat zo'n patroon naar beneden uitbreekt. En dan kun je op de bearish hertest, kun je het pakken. En als je een hoger risico trade wil, dan kun je het dus ook op die weerstand pakken met een stoploss erboven. Stoploss is nog net niet geraakt, maar het is zeer, uh, de kans is zeer groot dat die wel geraakt gaat worden. Sommige trades die win je met een mooie winst en je leert in ieder geval ook via de cursus hoe je dus trades plaatst, waarbij je dus in ieder geval ook je verliezen kunt beperken. Maar goed, dat is nog niet geraakt. Even kijken hoe dit zal uitspelen. We zitten in ieder geval boven die blauwe lijn. Als we hier support kunnen vinden en bevestiging krijgen dat we weer verder gaan, dan is dat een mooi moment om in te stappen. Maar nogmaals, nog even uitzoomen naar de 4 uur. We zouden zeker uh, door kunnen stomen hier, richting de weerstanden hier zo, om daar dan nog een pullback terug te hebben om die... Uh, symmetrische driehoek opnieuw te testen. Eh, waarbij ik in ieder geval kijk dan naar die 38.000 dollar als support om een mooie instap te krijgen. Het is nog even afwachten hoe dat gaat lopen. Maar op dit moment ziet het er positief uit voor de bulls. En um, ja, in ieder geval wil ik over een uur en drie kwartier zien dat we in ieder geval boven deze blauwe lijn kunnen sluiten. Anders zou de kans groot kunnen zijn dat het een fakeout is. En dat we in ieder geval terug moeten naar die 37,5. En potentieel terug naar beneden, naar de onderkant van de symmetrische driehoek. En nogmaals, we willen dus volume zien: bullish volume voor een uh, validiteit, voor een valide uitbraak. Goed, dus dat voor Bitcoin in ieder geval. Um, straks is dus nog een, kanaal, een uh, video op mijn eigen kanaal over altcoins en ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.